Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Kerbal Space Program. Dus het is alweer een tijdje geleden dat ik überhaupt een video geüpload heb. Dat komt omdat we omdat ik een toetsweek had. Het is nu weekend voor mij en ja, daar heb ik wat meer tijd in. Dus ja, dat zou goed moeten komen. Maar de vorige keer hadden wij een hele succesvolle missie. Waarin we uiteindelijk op de 480 science kwamen. Dus het wordt misschien wel eens tijd dat we wat dingen gaan unlocken. Dus we gaan eens even kijken wat voor spulletjes we allemaal bij elkaar kunnen schrapen. En dan ben ik een beetje aan het kijken wat handig is om te unlocken, zeg maar. Dus even kijken hoor. Ik denk dat deze op zich wel leuk is. Research, wat gaan we dan krijgen? We krijgen deze. Advanced Grabbing Unit. Oh, dat is voor dingen als de meteorieten en zo. Dat laat ik wel even zien. Er vliegen af en toe met meteorieten langs. Even kijken of we een paar kunnen vinden. Nee, hier deze dingen. Hiermee kun je ze dus vastpakken, zeg maar. Dan kun je ze meenemen. En weet ik veel wat je er allemaal mee kan doen. Je kan er gekke mee dingen mee doen, dus... dat is misschien leuk om een keer te unlocken. Dat gaan wij nog niet nu doen, want daar heb ik nog niet echt een nut voor, zeg maar. Ik zou niet weten wat ik ermee moet, om het op die manier even te zeggen. Wat gaan we hier krijgen? Elektriciteit. Dat is op zich wel handig om te hebben. Wat is hier? Storage container. 4 kerbals. Oh ja, dat is handig op zich. Oud docking ports. Oei, dat is misschien wel iets wat we willen. Advanced SCS, commander pod van 3 mensen. Altijd chill. Heavy rocketry. Ook niet slecht om te hebben. Dit zijn allemaal zonnepanelen en dit. Wielen en dingen. Nou, laten we deze dan maar doen. Wat krijgen we hier? Oh, deze zijn wel handig. Mark 25 parachute. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat is het handigst om te unlocken? Wat denk je? Ik denk deze. Zo. Wat is dit dan? Nog meer zooi. Clamp patron. Ja, oké. Dus... ik ga nu even een missie voor vandaag bedenken. Ik weet nog niet wat we gaan doen vandaag. Wel een klein ideetje, maar dat zullen we zo wel zien. Ik ga even wat verzinnen. Hopelijk waar we weer een hele hoop science mee krijgen. En dan zijn we zo weer terug. Oké, dan. Zie dit kleine dingetje hier zo? Dit is een satelliet. Zie je dit grote ding hieronder? Dat is dus deze waarmee we de satelliet in orbit gaan krijgen. Wat we gaan doen is, we gaan het een en ander aan satellieten in de... ruimte zetten. Gewoon zodat we, zeg maar, wat satellieten hebben, zeg maar. Dat is eigenlijk het hele idee ervan. Als je even slim nadenkt, zeg maar, het heeft niet echt nut om satellieten in orbit te krijgen. Simpelweg omdat je er eigenlijk helemaal niks aan hebt. Maar weet je, het is een space program. We moeten natuurlijk gewoon wat satellieten hebben. Gewoon voor de YOLO. Dus dat is wat wij gaan doen. We gaan wat satellieten lanceren. Oh, ik heb de staging niet geweldig gedaan. Dat gaan we dan even heel snel doen dan. Zo. Hotsvlots. Dat is beter. Voor de volgende keer moet ik dat even doen zo. Maar ja, in ieder geval in 3, 2, 1. Bam. Dus ik kikte net even op de wiki, zeg maar. Kijken of er echt een nut was, zeg maar, voor deze dingen. En dat was er dus niet. Beetje jammer, vind ik wel. Beetje jammer. Maar goed, weet je. Het is gewoon leuk om het een of andere satellieten in de ruimte te hebben. En dan weet ik niet hoeveel we erin gaan... in gaan lanceren. Maar daar komen we snel genoeg achter, naar mijn idee. Ik denk dat we met een stuk of 4 wel aardig... aardig leuk satelliet... veld hebben, zeg maar. Satellietveld, zoiets. Ja, oké. Dus het is de bedoeling om ze op pak een beet 250.000 meter te krijgen.
En dan zullen we zien, dus dat is 250 kilometer hoogte, deze zit hier op 140 nu, dus dan zitten ze echt hier omheen, zeg maar. Ja, dus dat is de bedoeling van deze dingen. We gaan een beetje snel, op zich is dat niet zo heel erg, maar ik zag trouwens ergens, ook op de wiki, zag ik een soort van fuel efficiency program dingetje. Dus dat is met welke snelheid, zeg maar, het efficiëntste is om uit orbit te komen. Dan heb ik geen idee wat die uit mijn hoofd is. Dat zou ik dan even moeten checken, maar weet je, dit op het moment werkt dit ook wel. Even kijken, nou, deze is al bijna leeg. Ja, dus dan zeg maar, met welke snelheid je zoveel mogelijk winst krijgt uit je hoeveelheid brandstof. Dus dan zeg maar tot 10.000 meter moet je 100 meter per seconde gaan en tot 20.000 meter ga je 200 meter per seconde, weet je wel, zoiets. Het is natuurlijk niet dat precies. En ik weet ook niet wat het wel is. Maar het is zoiets. En ja, weet je, dat interesseert me dan ook niet genoeg om... Hey, wacht. Dat vind ik apart. Dit satelliet en het is al meteen geregistreerd als een satelliet. Waarschijnlijk vanwege de capsule die we hebben. Rename vessel, satelliet, probe. Ah, weet je, prima zo. Oké. Dus we zitten al aardige hoogte. En de rest van deze launches ga ik denk ik off camera doen. Ik weet nog niet precies of ik dat wel of niet ga doen. We hebben trouwens ook geen crew bij ons, dat is meestal bij satellieten zo. Even kijken, 30.000 meter, wat verder zo denk ik. Dat is vlots. En dan, de kleinste orbit die je kan doen is pak een beetje 75.000 meter. Oftewel 75 kilometer. Maar dat hoeft voor mij dan ook weer niet. Oké, we zitten ook in brandstof. Ja, prima. Ik denk dat we hier hebben trouwens ook nog een tank met wat brandstof. Ik denk op zich niet dat we heel veel ervan nodig gaan hebben, dus dat is chill. Oké, laten we deze even op goede hoogte krijgen. Dat is ongeveer hier. Nou, dat is de verkeerde knop. Dan gaan we deze even kantelen. En een beetje fast forwarden. Hotsflots. Zullen we nou eens hier zo vasthouden. Ja. En hoe lang moeten we nog? 35 seconden. Nou, ja, dat is wel prima zo. Hoppatee. Oké, dus laten we een orbit maken van 250 bij 250 kilometer. Dus dat gaat even wat duren, denk ik. Gelukkig hebben we deze sterke motor hier. Een trust, 250 kilonops of zo. Ik weet niet wat dat betekent. Oké. Het gaat langzaam ook nog omhoog, dat is prima. Pardon, dit ziet er wel een beetje uit als een satelliet, terwijl het een probe staat. En een probe is toch echt wat anders dan een satelliet, maar goed. Dat is dan weer iets wat ik dan weer weet, zeg maar. Ik weet niet precies wat een probe is, een soort van robot capsuletje. Die dan ervoor zorgt dat je, zeg maar, die stuurt dan informatie en zo. Nee, ik weet niet, stond er net, oh, het is een beetje... Stond er net op de wiki, dus langzaam wil wel ongeveer precies een mooie hebben, zeg maar. 50, kijk eens aan. Oké, dus nu gaan we even fast forwarden naar de andere kant. Deze zit nog 72 kilometer. En die moeten we uiteindelijk, of uiteraard ook nog even op de goede hoogte krijgen. Oh. Zo. Kijk eens aan, we hebben RCS bij ons. Wat ik trouwens vergeten was om te zeggen.
die zie je niet. Er zit hier zo RCS en hier de dingetjes. En weet je die dingen, de thrusters, zeg maar, de RCS thrusters. Dus dat is leuk, denk ik. Duurt lang. Oké, eens even kijken, hoeveel brandstof hebben we nog een D? Oh, ik zie echt helemaal niks. Jullie waarschijnlijk dan ook niet. Ah, we hebben nog een beetje. Oké. Dus, wat? Hou hem daar. Dus dan gaan we even wachten tot we echt daar zitten, zeg maar. Anders gaan we deze orbit ook weer een beetje vernachtelen. Dat is nou precies niet wat we willen doen. Oh. Ga eens weg. Heel goed. Oké. 250. 40 bij 54. Weet je, ik vind het echt helemaal prima. Oké, dus. Dit is de achterkant. En dit hier zo is de voorkant. Dan gaan wij eens even kijken. Oh, wacht. Ik heb helemaal geen... dit is stom. Er zit hier helemaal geen dingetje op. Dus zodra we zeg maar deze loslaten, dan hebben we hier geen controle meer over. Oké, dat was een goeie om... goeie om van te leren. Dus ja, de tweede launch ga ik even opnieuw doen. Ik ga er hier even zo'n dingetje op zetten. Dat is een beetje stom dit. Even kijken hoe dat gaat doen. Oké. Zoiets of zo. Dit ziet er echt gewoon te erg uit. Ah, dus ik ga nog even een paar launches maken waarschijnlijk. En dan zijn we zo terug. Oké dan, we zijn hier weer boven met een raket dat nu, als het goed is, wel werkt. Alsnog, het is weer eens dark. Even dark. We lopen een beetje Engels te spreken hier zo. Het is donker hier zo. Dus we gaan deze even decoppelen. Wojo, we gaan snel weg opeens. Dus we gaan eens even kijken. Extend. Er zitten hier vier van deze dingetjes op. Die ik even moet vinden in het donker. Extend. Nou ja. Die zoeken we zo op eigenlijk. Oké, niet dus. ik wou eigenlijk met die ander terug. Even naar die ander terug. Zodat we... die een beetje konden terug konden krijgen naar de aarde toe. Maar een beetje van niet, hè. Oké dan. Space Center. Dan gaan we even naar de... dat tracking ding. Waarin we zien... alle dingen zien, zeg maar. Pff, waar heb ik het over? Hier, tracking station. Dit bedoelde ik. Waar we al onze raketten zien. Oké dan, satelliet, probe, satelliet. Ik denk dat we deze moeten hebben. Klein gokje. Even kijken. Oh, nee. we zitten in de verkeerde, dus dat is leuk. En er komt een veegwagen langs mijn huis. Erg fijn. Ze altijd genieten als die gasten langskomen, nietwaar? Ah, oké. Dus we moeten deze hebben, de probe. Dus die is net een minuut weg, zeg maar. En hij ziet dit nu als een probe, voor een of andere reden. Ja, kijk, dit is degene die we moeten hebben. Oké, dus we zitten... goed, oké, dan gaan we burnen. En... hots of lots, we gaan re-enteren. En we hebben eigenlijk helemaal dit hier zo niet nodig. Dus dat is chill. Nou, oké. Dus dit valt straks naar beneden. Zoals je ziet. En dan houden we die andere over. Hot flots. Dus dit kunnen we nu lekker met rust laten. Want op een gegeven moment zal het wel verdwijnen. Althans, dat is de bedoeling. Dus we zullen zien tot in hoeverre dat gaat lukken. Kijk, misschien kunnen we het wel van de vier zien. Ja, we kunnen het van de vier wel zien, denk ik. Debris. We hebben een hele hoop debris hier zo langs.
vliegen, zeg maar. Oké. Dus hier. Die valt zo naar beneden. Wat vlots. Nee. En bam. Die is verdwenen. Oké. Dus nou hebben we deze hier zo. Laten we eens even deze bezoeken. Want volgens mij is de orbit een beetje anders geworden dan dat ik de bedacht had. Eens kijken. 208. 248. Oké, dat is misschien niet echt de bedoeling geweest. Oké dan. Ja. Wat hebben we nu eigenlijk aan het ding? We hebben helemaal niks aan. Een rename vessel. Dus even kijken. Station, nee, het is geen rover, het is geen debris, het is geen base. Het is eigenlijk alleen maar een probe. Dus dat is leuk. Denk ik. Ja. Tja, weet je, soms moet je gewoon af en toe eens even plezier hebben, nietwaar? Dus ik heb ervoor gekozen om het satellietenprogramma gedeelte te laten vallen. Want eigenlijk had het niet zoveel nut. Ik had een mooie orbit, maar uiteindelijk schoot de tunnel weer 50 km verkeerde kant op. Weet je wat, dat soort dingen. Het is me de moeite niet waard, naar mijn idee. Dus ik wou gewoon iets geks doen. Dus ik heb zo'n booster gepakt. Een capsule opgezet, een separator en nog een booster. Dus wat we gaan doen? Booster, separator, booster. En dan hopelijk nog ergens landen. En dat is dan een YOLO dingetje eigenlijk. Een YOLO dingetje. Nee, ik had eigenlijk gewoon even zin om iets geks te doen, weet je wel. Dus waarom niet dit, nietwaar? Dat dacht ik ook al. Dus daarom gaan we het even doen. Aha, juist. Oké, dus het blijft aardig staan nog wel. Oh, en nu begint het pas te komen, oké. SCS aan. En 3, 2, 1. Bam. Oh, nou het neemt zijn tijd om nog even omhoog te schieten. Ik had eigenlijk verwacht dat het veel sneller zou gaan, maar dit loopt ook nog wel. Het ziet er zo apart uit, zo lang en dun gewoon. Nou, het gekste gaat pas komen zodra we deze hebben, want dan zitten we al aardig in de lucht. Dus we hebben geen niet echt veel last van de zwaartekracht en van de atmosfeer, zeg maar. Althans, dat is de bedoeling. En dan schieten we echt gewoon de lucht in, naar mijn idee. Maar dat zullen we meemaken. Ik ben benieuwd hoe hoog we gaan kunnen eigenlijk. Dat is echt wel iets wat me benieuwt eigenlijk. Oké, 100 meter per seconde zitten we al. En niet eens dit hier zo gebruikt. Crew report. Hops of lots. 3,5 science. Verzend dat maar. Nou, dan hou je het. IVA report lijkt me een slecht idee. Oh. Daar gaat hij. Hops of lots. Ja, kijk, nou gaat het snel. Verlies ook wat gewicht daarvan, zeg maar. Hoe zwaar zijn we? 20 ton. Oh, dat valt wel mee. 4 delen. dit is gewoon echt gek. Overheat. Ja, vind je het gek? Ik kan het niet. Oh, shit. Hier, zie je hem lachen, joh. Jebediah. crew report. Nee, doen we niet dan. Dus kijk, als we... Weet je, we komen hier op Apoapsis, hè. Als we nou gewoon eens precies op het punt daar, als we daar nou dus nou uitgaan EVA report en weer terug in, dan zouden we echt baas zijn. Kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Oké, 1000 meter per seconde al bijna. Zo. Maar echt snel dit, is echt snel. Oh, hier. Auw. Weet je hoe ver we gaan komen? Of verder dan ik verwacht had eigenlijk. dus dan moeten we capsule even snel de lucht in krijgen. Dan weten we wat we moeten doen, ja. Hot vlot, weg ermee. 3000 meter per seconde. Oei, yo.
6,5 kilometer. Oh, hoe lang duurt het voordat we er zijn? 1 uur en 55 minuten. Dat is een heel ver. Dat duurt nog wel even, zeg maar. Verzend maar. Oh ja, dat kon niet. Boord. Oké, gaan we eens even fast forwarden. Ik ben benieuwd hoe snel we straks naar beneden gaan vallen. Nou, we zijn er nog niet. 17 minuten. Oké. Nou, die zijn we zo niet waar. Doe nog 2 minuten over dat we er zijn. Tjoen. Oké, kunnen we opnieuw doen. EVA. Full report. Ah, is hetzelfde. Cycle experiment. En crew report. En nee, laten we dat maar niet doen. Oké, nou dan gaan we weer naar beneden, nietwaar? 4,5 kilometer. Of 4,5 miljoen meter eigenlijk. 4,500 kilometer. Ja, dat zeg ik goed. Voordat we een beetje gek. Oké. Okay. Ho. Wat ben ik nou allemaal aan het doen? En we vallen weer recht naar beneden. Ja, dit is wel grappig op zich. Zoiets moeten we gewoon vaker doen. Gewoon een beetje YOLO, weet je wel. Misschien komen we nog op een leuke. Ho. We gaan een beetje snel. Misschien komen we nog wel op een leuke locatie terecht ook. Ik denk dat we misschien een beetje te snel gaan. Misschien maar een beetje. De CS uit. Ja, we gaan duidelijk te snel. Alhoewel. Nou. Oh, nee. We remmen gewoon goed af. We remmen gewoon goed af. Vlak bij een meertje. Kijk eens aan. Kunnen we nog chillen straks ook. Lekker naar de plas toe. Monstervlot. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, dat is een beetje dit zo te doen. Laat me weten of je meer van dit soort dingen wil zien. Of alleen maar echt gewoon goede dingen. Zoals science missies en zo. Erg geïnteresseerd in je antwoord. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij Kerbal Space Program. Later!